Dit is iets wat ik dus ga vervangen voor mijn Smashbox poeder. Dus dat is wel heel bijzonder. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben super bleek, maar ik heb geen make-up op. Want vandaag gaan we weer nieuwe make-up producten testen. En dit keer van de Action. In mijn Action shoplog die je eventueel hier kunt bekijken, heb ik al verteld dat ik een steltangborstel ging testen. Dat kun je ook hier bekijken. En ook nieuwe Action make-up. Ik heb mijn best gedaan om een complete look te kunnen maken. Maar ik gebruik geen oogschaduw, want dat kan ik gewoon niet. En ik kon geen wenkbrauwpoeder of wat dan ook vinden. Ik ben in 3 Actions geweest om echt goed te zoeken, maar dat was er niet. En geen foundation. Ik heb een concealer, deze lipstick, een eyeliner, poederfoundation, dus dat wel. Een mascara, nog 2 lipsticks, want die vond ik er ook gewoon heel erg mooi uitzien. Lipsticks vind ik zelf het leukste. Het contourpalet en deze welbekende highlighter blush in de roze kleur. Ik ben heel erg excited. Ik heb echt super mooie producten, denk ik zelf. Ik heb mijn gezicht goed gereinigd. Mijn huid voelt heel erg schoon. Ik heb de Embryolisse crème aangebracht, die ook een goede basis is voor make-up. Ondertussen drink ik even mijn groene smoothie met spinazie, banaan en melk. En ik ga even deze hydraterende lippenbalsem van Action aanbrengen. Vind ik heel erg fijn. Die heb ik heel erg vaak in mijn tas. Dat mijn lippen lekker ingevet zijn en dat het straks alvast is ingetrokken als ik ga beginnen met mijn lipstick. Dit is de kleur Ivory. En ik denk dat het wel handig is als we even gaan zoomen. Hallo. Het bonnetje heb ik denk ik niet meer, maar deze was volgens mij rond de 60, 80 cent. En dan ga ik hem gewoon onder mijn ogen aanbrengen. Ja, Charlotte, misschien is het wel handig als je even een spiegel pakt. Ik ga even een spiegel pakken, jongens. Hij is licht. Dit is denk ik de lichtste kleur. Weet ik even. Nee, ik denk niet dat ik de lichtste kleur heb gepakt. Ik denk de middelste. Ja, je ziet het wel een beetje zitten nu. Maar in principe prima. Ik ga het ook hier aanbrengen, want ik heb hier een beetje uitslag. De mensen die mij kennen, die weten dat ik geen make-up expert ben. Ik laat jullie vooral zien. Wat ik zie, zien jullie ook op beeld. Hij dekt prima. Niet super goed. Ik ben blij dat mijn huid best wel gaaf is op het moment. Dus dat ik geen foundation eigenlijk ook echt nodig heb. Maar ik heb wel echt een kleurtje nodig. Dus gelukkig hebben we daarvoor het contourpalet. Ik ben benieuwd naar deze foundation. Het is de kleur medium. Ik kon hier aan de zijkant een beetje kijken. Heb ik naast mijn hand gehouden. Ik denk dat dit de beste kleur voor mij was. Zo ziet de verpakking eruit. Volgens mij was deze ook niet meer dan €1. Zo ziet het eruit. Een beetje nagedaan van MAC. Maar wel wat cheaper. En is het dan met van die gaatjes? Oh ja, dat vind ik altijd super irritant. Ik vind dit meer een soort blush brush. Oké, de kleur is wel goed. Maar ik ga toch even iets anders gebruiken. Ik gebruik geen beauty blender om poeder aan te brengen, want dat vind ik te cakey. Maar ik gebruik gewoon even deze Nepper Beauty Techniques brush. En hij ruikt echt lekker en ik vind hem heel mooi. Ik heb ook het idee dat ik echt wel meer een kleurtje heb gekregen. Zien jullie dat ook? Wauw, jongens. Ik heb serieus altijd bij een poeder dat ik het echt zie zitten. Dat ik echt zo'n... Ja, je ziet gewoon dat iemand poeder draagt, bij dit niet. Terwijl ik wel bruiner ben, matter. Heel enthousiast. Dit is iets wat ik dus ga vervangen voor mijn Smashbox poeder. Dus dat is wel heel bijzonder. Het lastige is dat hier natuurlijk blushes, highlighter, bronzers, alles in zit. En dat deze misschien een beetje overbodig is. Ik denk dat ik begin met deze en dan daarna gewoon nog aftop met die. Dit palet kost €1,98, zoiets. Bizar. Heel groot palet. Er staat ook helemaal op hoe je het kunt gebruiken. Ziet er heel erg veelbelovend uit. Hij ruikt niet lekker. Hij ruikt een beetje verbrand. Ik zal even alle kleuren voor jullie swatchen. Want ik ga niet alle kleuren gebruiken. Dat jullie die wel hebben gezien. Er komt niet heel veel pigment vanaf, dat zie ik wel. Maar wel voldoende. Hier heb ik alles voor jullie geswatcht. Volgorde doet er niet echt toe. Maar je ziet dat er wel genoeg kleur vanaf komt. Zeker de moeite waard natuurlijk voor €2. Ik ga beginnen met de contour. Even kijken welke contourkleur ik ga nemen. Ik ga denk ik voor de donkerste kleur. Oké, er komt echt wel heel erg veel kleur vanaf. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Oh, en hij is makkelijk te blenden. Ik heb wel eens dat je een contour aanbrengt dat je eerst even zo doet. En dan wil je het blenden en dan is het best wel stroef. Deze blendt heel subtiel. Onder weet ik nooit precies hoe het moet. Volgens mij zo. Ik vind altijd ook onzin dat er maar één manier is waarop het zou moeten. Heel erg tevreden, jongens. Heel erg tevreden. Eerst een klein beetje van deze aanbrengen. Oké, deze is heel erg roze. Heel weinig van nodig. Zien jullie dat ook? Eerst dacht ik, wow, veel te roze. Maar als je hem goed uitplant, dan is hij best wel subtiel. Ga ik nu die onderste. Er zit een lichte shimmer in. Ik doe het heel subtiel. Want we hebben ook nog die ander. En ja, we hebben ook nog deze. Echt een beetje een oranje kleur. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Wow, die is echt heel heftig. Ik smeer hem even af aan mijn been. Misschien zijn er mensen die het zo op hun contour doen, maar daar hou ik niet van. En ik wil er wel uitzien zoals ik dat mooi vind. Dus dan doe ik nu de highlight. Die was niet heel erg gepigmenteerd. Terwijl er best wel veel budgetmerken zijn die een goede highlight maken. Oh! Hij was niet heel gepigmenteerd, maar zien jullie dit? Soms vind ik highlights zo overdreven. Deze doet echt een highlight, zeg maar. Je ziet echt dat licht dat erop valt. Zo hé. Dat vind ik eigenlijk mooier dan die ik nu gebruik van de boom. Die is zo overdreven. Chillen aan misschien juist zo'n palet is als je niet echt houdt van over de top. Dan is dit echt super chill. Het is wat subtieler. Oké. Dan laat ik het voor nu even zo. Ik ben echt heel erg enthousiast. Heel benieuwd naar de rest. Dan ga ik nu deze testen. Ook al hebben we al genoeg. Kan er nog wel bij. Oké, deze ziet er inderdaad wel heel erg mooi uit. Iedereen is hier super enthousiast over. Ik heb dus de roze variant swatch. Met strookjes, zeg maar. Wow. Wow. Oh ja, ik snap wel waarom dit een highlight noemen. Het is echt een roze highlighter. Nou, dan gaan we toch lekker een beetje voor over de top. Mooi jongen. Ik vind dat mijn make-up best wel mooi zit. Toppie. Nou, ja. Weet je, het kost zo weinig. Het is mooi. Dus ik zou zeggen, heb je het nodig? Koop het. Dan was dat al de gezichtsmake-up. Ik ben super benieuwd naar de lipproducten trouwens. Dan gaan we eerst over naar de mascara. Dat is deze. Ja, goed voor mensen die... Hij is wel dun. Zie je, het is echt heel natuurlijk. Het is helemaal niet wow zwart of wow dik. Of wow, er komt in één keer veel af. Of wow lengte. Nee. Het is echt... Je ziet zeker verschil met zonder mascara. Het is gewoon heel erg natuurlijk. Laat ik dit even drogen om straks een tweede laagje te doen. En dan ga ik door met een lipproduct. Ik denk dat ik voor deze ga. Want hier was ik heel erg benieuwd naar. Super mooie kleur. Rose 343. Het is een lipstick en een lipgloss. Het komt best wel overeen met wat je hier ziet. Alleen hij is wat bruiniger. En bruin staat mij niet. Dus hij is niet mat of zo volgens mij. Hij is wel heel mooi. Ik kom best wel overeen met mijn eigen lipkleur, alleen wat bruiner. En hij renkt heel makkelijk aan. Echt een hele mooie kleur. Ik vind bruintinten bij mezelf dus niet mooi staan. Maar deze best wel. Super mooi deze kleur. Hij staat me wel ook. Dan ga ik de gloss er even overheen doen denk ik. Komt heel erg overeen met de lipstick zelf. Ook heel mooi, heel dun. Ik denk dat deze er echt meteen af is. Maar deze ga ik zeker vaker gebruiken. Ja, heel erg enthousiast ook hierover. Dan ga ik nog even een laagje mascara aanbrengen. Oké, mijn wimpers voelen heel hard, had ik niet verwacht. Dus ik had eigenlijk eerder het laagje moeten aanbrengen. Heel even wachten tot mijn mascara wat droger is. Ik heb natuurlijk ook nog deze twee lipsticks. Dit is hoe die eruit ziet in de verpakking. Heel gepigmenteerd, wow. En Honey Beige, dat is deze. Damn! Echt, wow! Dit had ik niet verwacht. Het zijn dus ook matte lipsticks, dat wist ik niet. Maar hier komt een kleur vanaf. Dit is net alsof ik een MAC lipstick heb geswatcht op mijn hand hoor. Dan is het nu tijd voor de eyeliner. De eyeliner geeft die goed de kleur af. Op zich zijn er best wel veel goedkope eyeliners die dat doen. Maar je hebt ook heel vaak dat je echt zo'n waterig effect krijgt. 01 Black. Oeh, lekker een heel dun veeltje die er ook heel stevig uitziet. Oké, spannend. Ik kan dit oog zo dicht doen. Dat is heel chill, maar het ziet er heel raar uit. Oké, hij is heel hard en daardoor moeilijk, vind ik, aan te brengen. Hij is niet super zwart, maar ook niet heel waterig. Nou, hier ben ik niet echt enthousiast over. Weet je, het is prima, maar heel lastig om mee te werken, vind ik. Ik zie nu trouwens van dichtbij dat mijn wimpers wel met andere mascara echt mooier zijn. Ja, ik vind het heel lastig om te werken met zo'n eyeliner die zo hard is. Ik vind het heel moeilijk om hem netjes aan te brengen. Ik ben best wel iemand die zo tjak, tjak, tjak niet in één keer doet. Ik heb het nu wel oké, denk ik. Ik zie wel echt aan de mascara dat mijn ogen normaal veel meer eruit poppen. Dat ik normaal meer lengte heb, meer dikte, meer kleur. En de eyeliner is prima. Maar ik vind de eyeliner en de mascara denk ik niet haal die. Wel als je gewoon een heel... laag budget heb en make-up wil kopen ofzo. Over de gezichtsmake-up ben ik echt super enthousiast. Echt wow. Het lipproduct is ook heel erg mooi. Omdat ik zo benieuwd ben, ga ik nog even deze lipstick aanbrengen. De lippen is die minder heftig dan de swatch hier op mijn hand. Ik vind hem heel mooi. Die lipsticks zijn dus ook echt aanraders. Ik mis alleen nu nog wat op mijn wenkbrauwen. Dan gebruik ik er gewoon even eentje van Catrice. Om het af te maken. En dan is dit de final look. Ik had even te kijken en volgens mij heb je gewoon voor minder dan €8 een complete look zoals ik heb gemaakt. Bizar, echt bizar. Ik heb jullie per product verteld wat ik ervan vond, maar over het algemeen ben ik gewoon echt heel erg enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook al ervaring hebben met Action make-up, dus laat even weten in de comments wat jouw ervaring ermee is. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Laat zeker in de comments weten wat je ervan vond. En vergeet geen like te geven als je hem leuk vond. Als je nog geen abonnee bent, vergeet het dan ook niet hieronder te doen. En dan zie ik jullie heel erg graag volgende week zaterdag weer bij een nieuwe weekendvideo om 9 uur. Bedankt voor het kijken. Doei!